Victor gaat vandaag de straat op in Alkmaar. Want weer of geen weer, die ene vraag is altijd weer zijn grote missie. En de rekensom blijkt lang niet altijd makkelijk. Mag ik je wat vragen? Ja, natuurlijk. Hoeveel ben je waard? Al je bezittingen, min al je schulden. Jeetje. Ik heb het goed, we huis zijn boven water. Maar je hebt wel alle kosten die je ook maandelijks hebt. En dat zijn er ook heel veel. Hoeveel ik waard ben met bezittingen? Nou, ik denk... ton moet ik wel halen, denk ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag je wat vragen? Ja, dat mag. Hoeveel ben je waard? Ja. Hoeveel ben ik waard? Puur financieel. Financieel. Ik denk... Alle bezittingen, minder schulden? Nou, als ik zo eens nadenk, inderdaad, studieschuld, hypotheek. Ik denk 33.000 euro. Samen met mijn man. Dat is best een mooi concreet bedrag. Ja, ik hou van de 3. Ja. Oh, daar zit het erin. Ja. Het had ook 333.000 euro. Ik dacht eerst 30.000 en dacht ik, ik doe er nog een 3 bij. Ja, 33.000 euro. Nou, ben ik heel brutaal nog op zoek naar iemand waar ik mee naar huis mag. Om zijn financiën door te nemen. Compleet met de billen bloot. Okay. Wat komt erin? Wat gaat eruit? Waar geef je het dan uit? Waar zou je het nog beter kunnen doen? Financieel expert over de vloer, inboedelmakelaar, tutti paluti. Weet je aan het einde van de dag wel exact wat je waard bent? Ja, dan zit ik wel met die... Oma? Met die kleintjes. Kunnen ze naar oma? Nou, ik denk dat het een tante wordt. Tante, ook goed. Ja, doen we het voor. Ja? Ben ik heel blij. Prima. Nou, heren. Ja? Gaan jullie naar tante Esther? Nee. Teun en Gijs zijn het er niet helemaal mee eens, maar mama wint. En de kids gaan naar tante Esther. Dan kan Victor mooi zijn neus steken in de zaken van Bertine en Jochem. Fijn dat we welkom zijn. Ja, hartstikke welkom. Niks te verbergen dus op financieel gebied. Jullie mogen alles weten. Ja? Ja. Ja, is voor de kinderen, hè? Ja. Ja. Daar hoopte ik al een klein beetje op. Even rondkijken, mag dat? Tuurlijk. Ik zie dat de kinderen en films in jullie leven een grote rol spelen. De kinderen in ons leven en films in zijn leven. Ja? Ja, ik ben een enorme filmfan. Ja, ik hou ervan om films en series te kijken. Ja. En ik spaar dus ook leuke hebben dingetjes van films. En die films, puur hobby? Of verdien je daar ook je centen mee? Ik verdien daar niet mijn geld mee. Ik ben teammanager bij een jeugdzorgorganisatie. Totaal iets anders? Totaal iets anders. Ja, en wat verdient een teammanager in de jeugdzorg? Ik verdien 2700 euro netto per maand. Oké. Okay. En jij? Ja, ik werk als zelfstandig tekstschrijver. Dus bij mij wisselt het eigenlijk de ene maand. Zelfstandig tekstschrijver? Ja, ja. En hoe moet ik me dat voorstellen? Tijdschriften? Nee, geen tijdschriften. Wat ik doe is eigenlijk commerciële teksten schrijven voor bedrijven. Dus voor brochures, voor websites, dat soort dingen. Ja, en je bent zelfstandig, dus dan reken je waarschijnlijk een uurprijs? Ja, klopt. Hoeveel? Ik reken 75 euro per uur. Oké. Okay. En dat levert jou maandelijks op? Ja, dat verschilt dus. Maar gemiddeld per maand verdien ik zo'n 1500 tot 2000 euro netto. Ah, zitten jullie samen toch zo rond de 4700 euro netto in de maand? Ja. Wie doet de financiën bij jullie in huis? Wie kijkt er af en toe? Nee? Nee. Wat wij doen is, we storten elke maand een gedeelte van onze inkomsten op een gezamenlijke rekening. En ja, als die leeg is, kan je niet meer pinnen. Nee. Dus de bank houdt het voor ons bij. En werk je fulltime? Ik werk als zelfstandig tekstschrijver parttime. Ik werk 3 dagen in de week. En daarnaast heb ik nog een stichting waar ik heel veel uren in steek. Vertel. Dat is Stichting Pril Leven. Heb ik opgericht naar aanleiding van de vroege geboorte van onze jongste zoon. En daarmee willen we ouders die ook een te vroeg geboren kindje of een kindje in het ziekenhuis hebben een hart onder de riem steken. Ja, hoeveel was hij te vroeg geboren? Hij is 8 weken te vroeg geboren. Maar hij kreeg ook nog een infectie. En daardoor heeft hij uiteindelijk zo'n 5,5 maand in het ziekenhuis gelegen.
Hij heeft een aantal malen gebalanceerd op het randje van de dood. Dat hij heeft 2 spoedoperaties gehad. Ja. En ja, toen hebben wij gewoon zitten wachten van zien we hem levend terug. Ja. Moeilijk. Heel zwaar. Ja. Ja. Je weet niet waar je aan toe bent en je moet elke dag wil je toch in het ziekenhuis zijn. En thuis hadden we nog Teun ook. Ja. Dus we hebben altijd zo gezorgd dat er een van ons bij Gijs in het ziekenhuis was en de ander thuis bij Teun. Ja, als ik daaraan terugdenk, dan word ik er nog steeds emotioneel van. Ja. Maar ja, gelukkig gaat het nu met Gijs en Teun en ons heel goed. Maar dat heeft jou dus eigenlijk doen besluiten om andere mensen in dezelfde situatie te helpen? Ja, absoluut, absoluut. Wat doe je voor die mensen? Wat wij doen is, je hebt die blije doos, dat ken je voor ouders. Ja. Maar dan voor ouders met een kindje in het ziekenhuis. Okay. Dus het doosje is bedrukt als kasteeltje. En in dat doosje zitten allerlei praktische dingetjes en ook leuke cadeautjes. Specifiek handig in die situatie. Er zit een knuffeltje in voor de baby. Er zit een dromenvanger in. Er zit een gehaakt hart in voor de ouders om zijn hart om de riem te steken, letterlijk. Fantastisch. Ja. Dus, nou, even naar jullie eigen keiharde cijfers. Ja. Waar geven jullie veel geld aan uit in de maand? Het huis, de hypotheek? Ja. Hoeveel? Volgens mij zo'n 800-900 euro. Boodschappen? Ja, ik weet echt niet hoeveel dat is. Wat denk jij? Ik denk 200 euro in de maand. Maand? Ja, dat is aan de lage kant, ja, hoor, zeg ik zo? Je vast. Ja, dat is ook laag, want we deden het met 50 euro per week toen we studeerden, denk ik. Nee. De auto? Benzine? Dure hobby's? Jouw film fetish, toch een klein beetje? Als ik geld uitgeef, dan geef ik het uit aan film. Dus inderdaad de leuke dingen die je her en der in het huis ziet. Ja. Maar ik heb ook een 8mm camera gekocht. En de filmpjes daarvoor zijn vrij prijzig. Ja. Zo'n 30 euro per 5 minuten. Ja. En wat zou dat kosten op jaarbasis? 500 euro. Oké, jongens, volgens mij hebben we het wel een beetje duidelijk. Ja, ja, spannend. Jullie weten dat zometeen Eef komt, ja, onze financieel expert. Ik zou zeggen, maak je klaar, ja, maak je borst nat. Ja. En ik ga mijn ding doen verder in huis. We gaan aan de slag en de eerste missie is voor Eef van Opdorp. Die is door weer en wind naar Alkmaar gekomen om in de papieren van Bertine en Jochem te duiken. Goedemorgen, knappert. Ik heb een gevalletje 2 verdieners voor je. 2 kindjes. Mm-hmm. En heel bijzonder, zij heeft iets met het getalletje 3. Oké. Okay. Ga jij je gang? Mm-hmm. Gaan wij vandaag bekijken hoeveel Jochem en Bertine waard zijn. Wil jij nou ook weten hoeveel jij waard bent? Check dan even onze website. Hey, Reservoir Dogs. Goedemorgen. Ja. Ik kom voor de papieren. Alles wat te maken heeft met jullie geldzaken. Heb je die? Op zolder. Dan gaan we daar naartoe. Looking back on the track for a little green bag. Dit is een stukje van mij. En dan heeft Jochem ook nog een map. Oh, kijk. Volgens mij is dat mijn map. Ja? Ja, dit is mijn map. En dit gaat over het huis, onder andere. We zijn heel benieuwd of onze hypotheek nog goed is in deze tijd. Toen we het huis kochten, hebben we er goed over nagedacht, over onze hypotheek. Maar op dit moment, gezien de crisis ook, zijn we benieuwd of het nog steeds stevig is. Het is toch meer dan je denkt. Moet ik je helpen dragen? Nee, dit gaat lukken. Hoort bij het werk, hè? Erik Branger is de volgende expert die zijn opwachting maakt bij het huis van Jochem en Bertine. Want om te kunnen berekenen wat deze 2 verdieners waard zijn, moet hun inboedel worden getaxeerd. Erik, fijne vriend. Victor. Ik hoop dat je je boekje paraat hebt, want ik wil gelijk eigenlijk in de gang beginnen. De kern van dit gezin hangt hier eigenlijk al in de gang. Te weten, de kinderen, extreem belangrijk. En hij is dol op films. En een lekkere klassieker ook, hè? Het leesplankje. Ja. Zegt u het maar. Ja, deze heb je natuurlijk al vanaf begin 18e eeuw. Werd het al gemaakt. Ja. Dit is natuurlijk een replica. Was het maar een 18e eeuw? Die kent hem niet. Geen waarde. Nee. Wat wel leuk is om te weten is dat de 2 zoons des huizes heten Teun en Gijs. En als Gijs nou een meisje was geweest, had hij Lies geheten. Ik zeg, kom erin. Dankjewel. Lopen we hier gelijk de eerste klassieker tegen het lijf? Reservoir Dogs. Aha. Ja. Testje, hè? Tafel? Tafel, 25 euro. Gaan we naar het dressoir. Dressoir, 75 euro. En dit is dus zijn grote hobby. Dit is een klassieker, hè? Een 8 mm. Ja.
Ja, het wordt tegenwoordig krijgen ze af en toe zelfs op tv te zien, hè, die opnames. Hè? Fantastisch mooi beeld altijd. Je kan je voorstellen dat een verzamelaar hier misschien nog wel een paar honderd euro voor geeft. Ja. Dus ik ga hem toch opschrijven voor 200 euro. Maar dan? Ja. Hoe groot de oplage is, weet ik niet. Ik ga ervan uit dat het grootst op de markt gebracht is. Dus de waarde, 20, 25 euro. Sorry, Jochem. Hebben wij hier de kamer van Teun. Een boel speelgoed. En een heel cool bed. Ja, dat is zeker een cool bed. Ook nog wat waard? Alle meubels in deze slaapkamer, 80 euro bij elkaar. Ach, kinderkleding? Nou, ga er maar eens mee aan de straat staan. Dan raak je kwijt, hoor. Ja, het is alleen een redelijk lege kast. Ja. Teun heeft een hele uitgesproken smaak. Ja. Die heeft gewoon elke dag het liefst hetzelfde aan. Ja, dan hou ik de kleding hier op 50 euro. Kamer van Gijs, de jongste zoon. Iets meer kleding hier. Als je alles toch weer los gaat verkopen, kom je wel weer uit op 100 euro. Lekker bezig, hoor. Ik ga even rustig rondkijken, ja? Dus doe dat. Gaan we lekker door. Niet te rustig, hè? Zit je een beetje op? Ja, ik ben nog aan het rekenen hier. Totaaltje kleding? De waarde is 350 euro. In de kast? 50 euro. En dan tot slot mijn apparaat. Als in de cross trainer bedoel ik. Ja, ik denk dat je nog steeds wel 350 euro krijgt voor. Het is een geweldig apparaat. 2 minuten 14. Hartstikke kapot. Door naar de zolder. Alsjeblieft. Dank je. Volgens mij kun je een heel gezellig weekend met deze mensen weg. Totaalprijsje? Het zijn hele bekende spelletjes. 70 euro voor alle spelletjes. Tot slot. Jochems beste vriend. Predator. Angstaanjagend, hè? Waarde? 75 euro. Even. Komen we op een totaal van 3775 euro voor de boedel. Voor de boedel, ja. En heb ik ook nog de auto bekeken. Waarde? 9000 euro. Komen we uit op een totale waarde van de boedel van 12.775 euro. Niet slecht. Ik ben tevreden. Dankjewel. Alsjeblieft. Eef van Opdorp houdt van een grondige aanpak. Ze heeft de hele boekhouding omgespit. Al die cijfertjes dus, waar normaal gesproken nooit naar wordt gekeken. Ik vind het wel heel spannend om dat nu, nou ja, helemaal uitgekoud te krijgen en uiteindelijk zeker te weten. Ik heb de administratie van top tot teen doorgenomen. Ik kan maar één ding zeggen. Helemaal tiptop in orde. Het scheelt mij een hele hoop werk, want ik weet natuurlijk ook precies nu wat erin komt en eruit gaat. Er komt binnen bij jullie 4600 euro. En er gaat uit elke maand gemiddeld 4200 euro. Kortom, er blijft 400 euro sowieso over. Even de boel op een rijtje, dat kan geen kwaad. De hypotheek noteren we voor bijna 900 euro. Plus nog 210 euro voor de bijbehorende levensverzekeringen. Andere verzekeringen 271, gas, water, licht 162... Boodschappen, dat schrikken, 725 euro. Kinderopvang 670. En er wordt elke maand 100 euro gespaard voor de kinderen. Hoeveel denk je dat je uitgeeft aan de boodschappen? Ik zeg het niet meer. Meer dan 200. Meer dan 200. Nou, dat klopt. 725 euro. Oh. Ja, dat vind ik echt wel een schok. Dat had ik echt niet verwacht. Ja? Nee. Ja, ik wist dat het veel zou zijn, maar ja. Zoveel. Ja. Echt heel veel en heel vaak. Ja, ja. Ja, klopt. Ja. Dus, daar ligt nog een kans, misschien. Tenminste, als je het wil, hè? Want in principe, jullie werken hard, je verdient goed. Je kan het uitgeven aan wat je wil. Mm-hmm. Wel een heel belangrijk ding, want uitgeven aan wat je wil, het huis, de hypotheek. Daar vroegen jullie je af, hebben we het wel goed geregeld, toch? Ja. Dan ga ik jullie eens even bijmaken met een mooie tekening. Fijn. Kijk, want daar is die. Jullie hebben een hypotheek voor 250.000 euro. Ja. En een deel daarvan is aflossingsvrij. Dat is 110.000 euro, die is aan het einde van de rit niet afgelost. Maar je hebt ook nog een deel, een beleggingshypotheek van 140.000 euro. En met jullie beleggingshypotheek krijg je wel gegarandeerd een bedrag, maar dat is maar 65.000 euro. Uh-huh. En dat is dus geen 140.000 euro waar je op hoopt. Ja. En hoe de vlag er nu bij hangt, ik doe ook maar zo, ik heb geen glazen bol, maar qua beleggingen zou ik op dit moment zeggen, als je een ton eruit haalt, mag je in je handen knijpen. Mm-hmm. Dus straks zit je sowieso nog wel met een behoorlijke hypotheek. Mm-hmm. Ook aan het einde van de rit. Dan kun je twee dingen doen. Of extra aflossen, of extra sparen. En die spaarmogelijkheid die is er bij jullie wel. Eén ding wat mij opviel, ik weet niet wie heeft er hier echt drang om miljonair te worden. 175 euro per maand voor een loterij, vertel.
Ja, en er staat loten per maand. Om mezelf een beetje te verwennen met wat spanning. Qua loterij. Doe ik dat elke maand. Nou, ik zeg al, je werkt ervoor keuzes die je maakt. Ja. Ben jij nou ook benieuwd wat jij kan besparen? Ga dan naar onze site. Daar is een 30 dagen challenge app. Daar kun je alles zien over besparen. In de rekensom die we vandaag maken telt het woonhuis mee als bezit. Om de actuele waarde te bepalen heeft Victor een makelaar uitgenodigd. Kom verder, dit is het huis van Jochem en Bertine. Dank je wel. Hebben dit huis gekocht 9 jaar geleden voor 226.000 euro. Oké. Okay. Er rust nog een hypotheek op van ruim 236.000 euro. Juist. En we zijn met z'n allen heel benieuwd wat het nu waard is. Eerste keuken. De keuken, ja. Heel goed. Cool. Vriescombinatie. Ja. Goed. Oven. 4 pits. Afzuigkap. Vaatwasser. Beste vriend van het huis. Absoluut. Bij wie niet, hè? Afzuigkap, ja, het is echt allemaal elektronisch. Zit er allemaal in. Niet normaal. Ik kom hier met beginnen rookmelder tegen. En die kom ik hier. Let je daar ook op? Als lid van de brandweer let ik daar ook op. Oh, daar ben je ook nog? Daar ben ik ook nog. Oh, maar er hing er wel een. Ja, maar dan hoort er hier eigenlijk ook eentje te hangen, Victor. Okay, ga ik doorgeven. Ja, dank je. Is dit een master bedroom of dit wat? Is een master bedroom, absoluut. En gym? En gym, ze zijn sportief. Dan weet ik niet of ze verder heel sportief zijn in de slaapkamer, maar daar gaat dit programma niet over. Nee. Keurig wastafelmeubel. Warm en koud water. Heel belangrijk tegenwoordig. Hè? Tweede verdieping. Gaan we doen. Zitten hier nog een paar gaten in het plafond. En hier een gat met echte functie. Oké. Kijk. Dan hebben we nog een vliering. Ja. Een vliering. Toch even bekijken. Nou, dat dus. Dat dus. Hij moet nog verder kunnen, Victor. Ja, dat wil je ook echt. Ja. Jij bent brandweerman, dus jij kan dit. Ik ben vrijwillig brandweerman en er zal ergens een schakelaartje zitten. Kijk. Dat is het verschil tussen een presentator en een makelaar. CQ Brandweerman. Laat hem gauw die trap op. Dank je. Gelukkig staat het hier niet zo vol. Dak geïsoleerd, licht. Achterkant van het huis. Elektrisch zonnescherm. Belangrijk voor je houtwerk, schilderwerk. Omdat het op het zuiden ligt. Op het zuiden. Zou je zo'n avond met je de kroeg in willen? Graag. Maar eerst tijd voor serieuze zaken. Serieuze zaken. Wat is het waard? Wat het waard is? Nou, van boven naar beneden. 232.000 euro. En van beneden naar boven? Ook 232.000 euro. Dankjewel, man. Nu de waarde van de woning bekend is, is het tijd voor de slotsom. En Victor maakt even een plekje. Kleine Teun, vriend, sorry. Jochem en Bertine, spannend moment. De hele dag keihard gewerkt om jullie financieel in kaart te brengen. Het is tijd voor de slotsom. Eef? Ik begin meteen. Lopende rekeningen. Alles bij elkaar opgeteld. 3.063 euro. Oh, mooi. Toppie. Ik kom alweer wat naar de spaarrekening. Spaarrekening? Die van jou, die van jou, die van de kinderen. Alles op één hoop. Pas 37.583 euro. Wauw, jongens. Behoorlijk. Hè? Ja, ik zou er ook op lachen. Nou, of niet? Ja. Ja. Ja, absoluut. En jouw afdeling? Ja, nog meer bezit. Jullie inboedel. Inclusief de auto. Oh. Alles bij elkaar. Gokje? Gok jij maar. 20.000. Eef. 12.775 euro. Gaan we naar de schulden. Er is wel een. Ja. Studieschuld. Ja. 9.852 euro. Goede investeringen. Precies. Betaalt zich terug. De hypotheek. Daar hebben we natuurlijk al uitgebreid over gehad. En ik ga uit van de hypotheek waar het spaarpotje van jullie beleggingen al af is gehaald. Dus als je het vandaag verkoopt, blijft er een hypotheek over van 236.413 euro. En voor jullie slotsom wordt het dan extreem belangrijk natuurlijk. Wat is dan de waarde van jullie huis? Ja. Ja. Ik heb vanmiddag de leukste makelaar van Alkmaar over de vloer gehad. Volgens mij tenminste. En die heeft jullie huis vanmiddag getaxeerd op 232.000 euro. Kijk aan. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ik vind het ook de leukste makelaar van Alkmaar. Dat dacht ik toch. Ja. En dat brengt ons bij de belangrijkste vraag van vandaag. Wat zijn we waard? Hoeveel zijn jullie waard?
Even, laat maar zien. Laat het zien. Lieve familie, jullie zijn waard. Oh. 39.156 euro. Ik ben positief verrast. Ja? Bertine en Jochem zijn bijna 40.000 euro waard. Dat is een heleboel geld. En daarnaast is het ook een bevestiging. Die tijd dat Gijs in het ziekenhuis lag, hebben we echt gevochten. Niet alleen voor Gijs, maar ook, ook voor elkaar, ook voor Teun. En het is gewoon echt niet makkelijk geweest. En dit is zo'n bevrijding dat we er gewoon goed voor staan. En dat we ook onze jongens de zekerheid kunnen bieden die we ze willen bieden. En dat is enorm veel waard. Op een moeilijke tijd achter jullie. Ja, absoluut. En op een hele mooie tijd en heel veel geluk voor jullie. Dank je wel. Wil je thuis nog weten hoe het verder gaat met Jochem en Bertine? En wil je misschien weten hoeveel je zelf waard bent? Check dan even onze website. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.